Hoi, welkom bij een nieuwe 10. En dit keer 10 geweldige, uitdagende duellen. Op nummer 10. Het luchtballonduel in 1808. Een duel over een vrouw werd uitgevochten in een hete luchtballon op 900 meter hoogte. Ze gebruikte donderbussen. Ene Mr. Grandfrey schoot de ballon van ene meneer Lepie kapot, waardoor hij uit de lucht viel en stierf. Nummer 9. Het laatste Canadese duel in 1873. Meneer Dooley en meneer Healy, verliefd op dezelfde vrouw, duelleerden met pistolen. Dooley viel flauw en ze kwamen erachter dat hun pistolen waren gevuld met losse vlodders. Op nummer 8, meester zwaardvechters in 1612. Sasaki Kojiro duelleerde met Miyamoto Musashi. Musashi verscheen laat om zijn tegenstander te irriteren. En vermoordde vervolgens zijn tegenstander in een klap met een houten zwaard dat het had gemaakt op de weg erheen. Nummer 7. Het eerste vrouwelijke duel in 1892. Het duel in Liechtenstein dat werd uitgevochten tot het eerste bloed verspild was. Beide partijen, bestaande uit enkel vrouwen, vielen flauw. Ze vochten topless om infecties van kleding in wonden te voorkomen. Shit man, daar had ik bij moeten zijn. Nummer 6. Presidentieel duel in 1806. Andrew Jackson daagde een lokale drugsgebruikende advocaat uit tot een duel. Jackson werd in zijn borst geraakt, maar bleef kalm en schoot zijn tegenstander dood. Nummer 5. Het biljartbalduel. Twee Fransen ruzieden over een potje biljart. Ze losten het probleem op door biljartballen naar elkaar te gooien. De eerste worp bleek al fataal. Nummer 4. Het Pancratiasduel, 325 jaar voor Christus. Coragus, een soldaat van Macedonië, daagde Dioxippus, een vechtkampioen, uit voor een gevecht. Coragus kwam volledig bepantserd en bewapend. Dioxippus droeg alleen een mantel en een knuppel. Hij sloeg Coragus vervolgens hartstikke dood. Door met nummer 3. Het olifantenduel in 1593. Koning Narezuan van Thailand vermoordde de Birmese kroonprins. Hij vocht het uit terwijl hij op de hoofden van de olifanten stond te vechten met zwaarden. Nummer 2. De dwerg van de koningin in 1644. Geoffrey Hudson, een dwerg van het hof van koningin Henrietta Maria, daagde een man uit tot een duel na een belediging. Bewapend met pistolen en rijdend op een paard zorgde Hudson ervoor dat hij een klein en snel doelwit was. Hij won het van zijn tegenstander. En dit staat er op nummer 1. Een duel van twee decennia, van 1794 tot 1813. Kapitein Fournier Zarlofaise was beledigd door kapitein Dupont. Ze begonnen een duel dat uiteindelijk 19 jaar zou duren, verspreid over 17 verschillende ontmoetingen. Dit duurde voort tot Dupont moe werd van al het vechten en versloeg Fournier in een pistoolduel. Hij spaarde het leven van zijn tegenstander en maakte zo een einde aan de vijandigheid. Klik op deze onderstaande video voor 10 schokkende feiten over de McDonald's. Kijk je op je telefoon of tablet? Kijk dan even in de videobeschrijving, want daar staat het linkje. Check voor meer bizarre top 10 lijstjes op mijn kanaal. En dan bedank ik jou nu voor het kijken. Hey, tot ziens!